Het is vrijwel zeker dat een bestuurder van een auto komende uit de richting Deventer vanmorgen te laat op zijn werk kwam. Hij belandde na een stuurfout in de sloot op de N348 op de rotonde bij Eefde. Hij is zelf uit de auto geklommen en heeft verder geen verwondingen.